Ja hoor jongens, we zitten weer in de Wietsmobiel. We gaan weer een nachtje vissen. In mijn eentje. Het is al best wel laat. Het is 7:30. En het is EK's in volle gang. Vanavond is Italië, Turkije volgens mij. En snel de hengels erin. Het is ook 27, 28 graden. Dus echt goed, ziek het heet. Dus ik ga een watertje waar veel vis zwemt. Dan lekker EK kijken, biertje erbij. En dat mag wel. Een raar stagedag geweest. Dus vanaf nu kunnen we veel gaan vissen. Ik ga snel dit autootje achter jullie uithalen. Naar de stek toe rijden. En dan gaan we knallen. Neem jullie mee. We gaan sowieso vis vangen. Let's go. Ja, jongens, het is echt niet te geloven. Eerst keer op het water. Normaal nooit iets aan de hand. Staat er nu zo'n kraan. Met zo'n stomme boot. En dat betekent dat hij heel de boel aan het uitbaggeren is. Dus dan trekt hij gewoon rondjes over heel het water. Dus ik heb al een rondje gelopen. Geen activiteit te bekennen. Terwijl het normaal hier wel is. Dus ja, we moeten improviseren. Ik moet een ander stekje zoeken. Maar ik heb nog geen idee waar. Nou ja, gaan we even kijken. Jongens, aangekomen op het alternatief. Hetzelfde soort watertje, niet te groot. Niet te veel dressuur. Maar wel lekker langs de kant van de auto. Maar wel met een weg. Dus dat is alweer jammer. Dus ik hoop niet dat ik 's ochtends heel veel gewak gemaakt word. Maar anders gebeurt het misschien wel door de hitte. Ik ga wel lekker zonder stretch slapen. Dat is wel beter met zulke weer. Het is echt nog steeds 6, 27 graden. Terwijl het al 8 uur 's avonds is. En, snel de hengeltjes erin. Particles bij me, dat is altijd goed met warm weer en boys natuurlijk. En dan gaan we het EK kijken. Zin in. Zo jongens, eindelijk weer eens vissen joh. Dat is wel een reden. De laatste paar weken druk aan mijn afstuderen gezeten. Maar ik heb nu mijn afstudeerverslag ingeleverd. In principe moet wel goed komen. Mijn presentatie van mijn bedrijf heb ik ook gedaan. En ik moet over een weekje moet ik presenteren voor school. En dan krijg ik uiteindelijk mijn cijfer. Maar ik denk dat het wel goed komt. Dus voorlopig hebben we even genoeg vistijd. We gaan het er lekker maar van nemen. We gaan ook een nieuwe aflevering van Karpers door Nederland opnemen. Waarschijnlijk Zeeland. Dus die gaan we ook weer aankomen. En nu dus nog even lekker een kort sessietje in het mooie Westland. Kast op de achtergrond. Zonnetje erbij. Wat wil je nog meer? Maar nog geen activiteit gezien. Maar we gaan het wel zien joh. Ik denk dat het wel goed komt. Ja jongens, het is altijd weer de vraag hoe ik ga vissen. Hengeltje 1 met een oranje pop-uppie. En die andere met een Scopus-bol. En die heb ik al vorige week met de Scopus Liquid even door elkaar gemengeld. En dat moet het gaan doen. Bij de bol, ik heb geen voerwind mee. Dus bij de bol doe ik een klein beetje PVA-tape eromheen. Zodat ik hem niet in de war gooi. En de chotrichter gooi ik gewoon een schepje particles op. Dan moet het helemaal goed komen, denk ik. Ik heb inmiddels al het zonnetje een beetje onder zien gaan. En ik heb twee karp gelokaliseerd. Eentje daar op dat hoekje. Dus daar gaat een hengeltje heen. En die andere gooi ik hier gewoon voor het kantje. En dat is de reden nou, dat doe ik al vaker bij stekken zoals dit. Die zijn een beetje, het gras is een beetje laag, dus er wordt veel gevist. En dan vaak wordt het niet voor de kant gevist. Op zulke stekken. Dus daardoor ga ik hem wel bewust daar neerleggen. En dan gaan we wel zien of die gaat lopen. Maar ik denk dat het wel goed moet komen. Waar gaat hij dan? In knallen. Zo. Want je boer erbij. Een beetje spreiden nog. Nou, moet goed komen. Zo, ik ga dit zooitje maar eens even een beetje ordenen. Opruimen en dan wordt het tijd voor de voetbal. Maar het is toch bizar jongens. Het is, ze hadden het al aangekondigd, maar dit is een beetje een erge week in de hooikoorts. Maar ik heb daar zo'n wc-rol liggen. Ik denk dat hij helemaal opgaat. Echt, ik ben er helemaal mis en je ziet misschien al aan mijn ogen en mijn neus. En dan zit ik nog op zijn stek tussen het gras. Dom.
Nou jongens, er zal wat aan zitten denk ik. Nee, schiet die los. Goed hoor. Ah, dat is jammer. Schiet die zo even los op de shot. In ieder geval aanbeet. Een giebel. Een giebel. Op de tjotrig. De wonderen zijn de wereld nog niet uit, jongens. Ik snap er al niks van. Oh, en hij schiet wel, zie je het? Maar best. Dan daar geen last meer van. Zo, het is inmiddels 11 uur. Tari heb 3-0 gewonnen. En ik ga lekker naar mijn nest in. Camera en autosleutels even wegleggen. En dan is volgende shot. Met een vis in mijn handen. Yes. Ja hoor jongens, het is inmiddels 3:15 en de eerste is binnen. De eerste karp dan tenminste. Mooie vis, sterke polderschub. En hij kwam te scopingsbogey. Echt een harde run jongen. Om bang van te worden. En lekkere drill gehad. Dus helemaal goud. Ik heb volgens mij 2,5 uur gereden, even 1 speelt nog. Hij zat eraan, ik voelde contact en toen schoot de hagelbos. Dat is wel jammer. Maar ja, weet je, dat hoort erbij. Mooie puntgraaf vis, mooi bekje nog. En ja, dat zou er zijn, een uurtje of 7. Dus even een fotootje maken en dan mag hij terug. Echt een hengeltje weer op zijn plek en dan denk dat er nog een handje bij van. Yes. Nou, je ziet het jongens, het bos best wel een beetje aangevreten. Ze is toch kreeft hier, zelfs op water werd niet verwacht. Maar ja, gewoon nog vis mee gevangen. Het is nog niet zo heel veel, dus ik ga hem gewoon nog 1 keer zitten. En waarschijnlijk dat ik hem volgende vis dan vervang. Maar wel een tip, ook op water werd niet verwacht. Kan dus kreeft zitten. En als het te veel is, dan lig je zo een nacht voor niks te vissen. Dus controleer dat altijd even. Aardig kut die vrouw aan zijn uit op de achtergrond. Maar hij is best hard gaan waaien. Het is eigenlijk met het ene vis gegrepen, best wel jammer. Maar goed, ik ga wel even doorzamen en misschien komt er nog wat. Zie je zo. Nou, ik zat stoer te vertellen dat ik nog een vis kon vangen met het aas. Maar nu haal ik mijn hengel op, is het aas eraf. Snel een nieuwe bol erop en misschien volgt er nog eentje. Nou jongens, ik ga maar voorzichtig aan een beetje opruimen. Want ik denk niet meer dat gaat gebeuren. Ik ben steeds druk op de weg hierachter. Misschien dat de vis er toch wel last van heeft. Maar dat doen. Hey jongens, hier bij het einde van de video. Vond je het leuk? Doe even een duimpje omhoog. Abonneer voor meer. We gaan weer, ik heb nu ook vakantie, chit op vakantie en daarna heb ik ook best wel wat vrij. Dus we gaan veel vissen. Karpvissen in Nederland gaat er weer aankomen. Overigens Zeeland en Friesland staan binnenkort op de planning. En dan is dit het einde. Neem zeker ook even kijken op de website dvisser.nl voor gekke vispatches, hoedjes, polo's, truien, noem maar op, handdoeken, we hebben van alles. Dus neem zeker eens een kijkje. En dan zien we je volgende week weer, dinsdag 3:30. Later.